vind het echt geweldig om hier te zijn. Ik werk voor NCDO. NCDO is in Nederland het kantoor van EarthCharter. EarthCharter is internationaal een heel groot, groot netwerk die het handvest van de aarde promoten. En het handvest, het ligt hier op tafel, is eigenlijk een wegwijzer voor een betere wereld. En ik ben zo blij om hier te zijn, omdat we hier zien hoe SDI Nederland en nu ook het Amsterdamse Bos, hoe zij het EarthCharter in de praktijk brengen. En deze tentoonstelling bestaat eigenlijk al best wel weer een tijdje. En ik vind het heel bijzonder om ook te zien dat hij elke keer weer een nieuwe plek krijgt. En zo is iets wat eigenlijk heel klein begonnen is, blijft groter worden en blijft meer mensen inspireren. Ja, mijn naam is Taro Pieterszoon, ik kom uit Amsterdam. Voor de expositie Kiemen van Verandering of Seeds of Change van het EarthCharter ben ik gevraagd om het samen te organiseren met een aantal mensen. Eigenlijk mijn eerste aanraking met het EarthCharter in diepte. Heel erg leuk dat we hier samen zijn. Het initiatief wat we samen hebben genomen, Seeds of Change, de EarthCharter, gesteund door SGI en CDO, om dat echt met mensen te delen. Want, aan de oppervlakte zie je een paar panelen met hele mooie woorden die ons uitnodigen om iets te doen. Maar waar ik het net al met iemand over had, eigenlijk is het een uitnodiging eigenlijk in je hart te openen. En in die zin is het wat we hier vandaag doen, gewoon met een paar mensen bij elkaar komen en daarbij stilstaan. Het gaat over waarden die wij kunnen hanteren om beter met de aarde om te gaan. En eigenlijk is het niet meer dan dat. En het handvest leeft eigenlijk bij de actie van gewone mensen. Dus het is echt een handvest voor gewone burgers. Ik merk dat ik een soort shift heb gemaakt in mezelf. Dat ik bijvoorbeeld midden in de stad sta en een boom kan zien en kan denken van ja, we staan midden in de natuur eigenlijk. Of je nou in de stad bent of hier in een schitterende bosomgeving. Ja, ik denk dat dat de grootste verandering is die ik heb kunnen voelen. Een soort kleine switch in mezelf. En dat ik merk dat het gewoon heel veel moeite en tijd investeren is om dat soort kleine stapjes te maken. Dus het is best wel confronterend, moet ik zeggen. Het is moeilijk om te beseffen dat verandering van de hele situatie, als je het mondiaal bekijkt, grote problemen. Het moeilijk is om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie waar je nu bent. En niet af te wachten, niet te denken van de regering gaat wel iets veranderen of... Het begint gewoon met verantwoordelijkheid voelen bij jezelf of jij mee wil doen aan een verandering of niet. Wat er veranderd is bij mij is dat ik voel dat ik een eerste stap heb gezet naar dingen willen veranderen en echt naar mezelf willen kijken. En ik denk dat ik was daar natuurlijk al heel lang mee bezig op het gebied van hoe ik omga met emoties of hoe ik vriendschappen kan verbeteren. Maar nu gaat het dan specifiek op wat voor een respect ik heb voor de omgeving en de aarde. Dat is denk ik een eerste kleine stap. Dus het is niet veel, maar het is belangrijk geweest. En voor mij is het een start, zeg maar, van dat ik ook nu ben geïnteresseerd in de bio-industrie, hoe ik daaraan bijdraag. Ik eet veel vlees. Of ik daar toch niet dingen in wil gaan veranderen. Dus het zijn vragen die boven komen reizen omdat ik eigenlijk een eerste stap heb genomen om het handvest van de aarde te gaan bestuderen. Nou, ik heb gezien tijdens de expositie dat er komen heel veel mensen door het bezoekerscentrum. Niet iedereen is geïnteresseerd om iets te lezen. Sommige mensen lopen er gewoon dwars doorheen en zien helemaal niks. Ja, ik zou zeggen, kom langs op zaterdag of zondag in deze twee maanden, april en mei. En op vakantiedagen, de nationale vakantiedagen. Omdat er dan ook daadwerkelijk iemand staat om dialoog te voeren over deze principes. En om het handvest beter te kunnen begrijpen. Want er ligt informatiemateriaal, maar een gesprek van persoon tot persoon is toch
wat mij betreft zeg maar de key van deze expositie.